Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de inhaalwedstrijd en in speelronde 14 van de Eredivisie. En natuurlijk gaan we kijken welke wedstrijden we gaan voorspellen na de winterstop voor speelronde 15 van de Eredivisie. Laten we eerst eens naar de uitslagen gaan. Fortuna Sittard won met 2-1 van RKC. Dat was trouwens een wedstrijd, die eerste wedstrijd, die, laten we zeggen, 50% van iedereen goed had voorspeld. Ik natuurlijk niet, ik had weer heel weinig punten, maar gewoon heel veel mensen hadden die goed voorspeld. Dat vond ik wel grappig. FC Emmen, FC Utrecht werd 2-3. PSV, VVV werd 4-1. FC Twente, Sparta werd 0-2. AZ won met 3-1 van Vitesse. Willem II, Ajax werd 1-1. ADO verloor met 0-2 van PEC. FC Groningen verloor met 0-1 van Heracles. En Feyenoord won met 3-0 van Heerenveen. En de inhaalwedstrijd FC Utrecht tegen AZ werd 2-2. Dan gaan we kijken naar de ranglijst van de Eredivisie voor de winterstop. Dus Ajax is winterkampioen geworden en heeft 34 punten. Dan op nummer 2 staat PSV met 33 punten. Feyenoord staat derde met 29 punten. Ook Vitesse heeft 29 punten. AZ staat vijfde met 27 punten. Dan komt FC Groningen met 26 punten. FC Twente staat zevende met 24 punten. Heerenveen staat achtste met 20 punten. Sparta staat negende met 18 punten. FC Utrecht op de tiende plaats met 17 punten. Dan komt PEC Zwolle met 16 punten. Heracles staat 12e met 15 punten. Fortuna heeft 13 punten. En RKC staat 14e met 12 punten. Willem II staat 15e met 9 punten. Ook VVV heeft 9 punten. ADO staat 17e met 7 punten. En FC Emmen staat 18e met 5 punten. Als ik even snel kijk, niet heel veel verrassingen. Wat voor mij verrassing is dat, laten we zeggen, Sparta het heel goed doet. Sparta staat best wel hoog, dat had ik niet van tevoren verwacht. Hetzelfde geldt voor RKC, die toch 4 clubs onder zich heeft. De clubs die wat minder goed doen dan dat ik van tevoren... Oh, FC Twente doet het trouwens ook goed. Clubs die het wat minder doen dan dat ik van tevoren had verwacht zijn. FC Utrecht die 10e staat. Een Heracles die 12e staat. En een Willem II die 15e staat. Dat zijn wel clubs wat ik verwacht dat die hoger zou staan. Maar toch, ze doen... er verandert in ieder geval wat meer van het beeld voor mij dan aan het begin van het seizoen. Dat maakt het ook leuk natuurlijk. En dit waren voorspellers top 8. Of dit zijn de voorspellers top 8. Luc staat er nog steeds bovenaan. Hij is winterkampioen geworden. Hij heeft 129 punten. Dan komt Mikey op nummer 2 met 125 punten. Gerben staat derde met 121 punten. Tijn en Dilano staan vierde met 120 punten. Nak staat zesde met 118 punten. Novio Magem staat zevende met 116 punten. En Jesper staat achtste met 115 punten. Colino is de weekwinnaar en die had 8 punten behaald, de meeste van iedereen. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 15. RKC ontvangt ADO Den Haag. FC Emmen moet het opnemen tegen FC Twente. Heracles speelt tegen Vitesse. PEC Zwolle ontvangt AZ op het kunstgras. Oh nee, op onder kunstgras, sorry, niet meer. FC Utrecht moet tegen FC Groningen. Sparta ontvangt de buren Feyenoord. Heerenveen moet tegen Fortuna. VVV ontvangt Willem II. En dan is de eerste topper van het seizoen eindelijk hier. Ajax moet tegen PSV. Degene die deze wint staat ook bovenaan. Dus dat is altijd leuk om naar uit te kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van Eredivisie Voorspellen. Vonden jullie het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet de Discord niet te joinen als je met ons over voetbal wilt praten. Want het is best actief. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigo.